De juryleden van de Dirk Rosenburgprijs hadden vandaag een druk programma. Voordat ze op 24 juni een winnaar kiezen, bezoeken ze eerst de 8 bouwprojecten die genomineerd zijn voor de architectuurprijs. Qua vakwerk is dat heel, heel knap. Ja, wat is dat? Het is natuurlijk op zo'n computer, op zo'n 3D. Ja. En dit was de entree. Hier. Ja, die kleur ook. Ja. De jury krijgt bij elke locatie in de stad een uitgebreide rondleiding. En dan is het nog best even spannend of de moeite ook de architectuurprijs gaat opleveren. Nou, ik denk dat de jury die heel vakkundig keek er wel van overtuigd is geraakt dat we die metamorfose met een gigantisch mooi concept hebben ontwikkeld. En dat het muziekgebouw nu heel transparant is, open, dat we onze passie beter kunnen delen. Maar anderzijds ook dat we de identiteit van de stad versterken door lichttechnologie en design leidend te laten zijn in de redesign van het muziekgebouw. Hoe mooi het gebouw dan ook mag zijn, de jury moet op meer zaken letten dan schoonheid alleen. Nou ja, ik denk dat bij het muziekgebouw inderdaad wel even de opgave blijft hoe je nu eigenlijk een belangrijke maatschappelijke functie als het muziekgebouw, die toch vrij introvert gesitueerd is, binnen in die passage, nog weer achter een gevel, hoe die nou toch zoveel mogelijk met de markt weten te verknopen. Dat is toch een hele belangrijke opgave. Naast het muziekgebouw is ook de Admirant genomineerd. Een nieuw winkelgebied in Eindhoven met een hele andere functie dan het muziekgebouw. Hieronder zit nog een parkeergarage, 360 plaatsen. Enerzijds voor bezoekers, anderzijds voor de kantoren en voor de mensen die in de toren wonen. Er zijn natuurlijk een hoeveelheid aan projecten die meedoen. Het is altijd moeilijk om projecten vergelijkbaar te maken. Maar ik weet het niet, maar ik weet wel dat we iets bijzonders hebben neergezet. Dus ja, wellicht hebben we kans. Nou, wat een project goed maakt is dat het in zijn idee heel sterk is, maar dan ook vervolgens heel mooi is uitgewerkt tot in het kleinste detail en het materiaal. Dus dat het in zijn geheel zorgvuldig gemaakt is. Op 24 juni, dan wordt bekend of een van deze projecten of een van de andere 6 gaat winnen.